Tourclub uit Sundert organiseren voor de 32e keer een veldtour. Een sport die steeds populairder wordt. De natuur en het voorbeeld van het grote internationale crossen. Denk ik dat heel veel fietsers van normaal van de weg inspireert om ook al die veldtoertochten mee te doen. Vorig jaar waren het totale andere weersomstandigheden. Dit jaar, met een vernieuwd parcours, had RTC Sundert hoge verwachtingen. Er waren vandaag 450 deelnemers. Dat is in eerste zicht een mooi getal, maar het is eigenlijk een beetje aan de magere kant. Een echte reden is daar niet voor op te geven, maar het feit is wel dat er enorme concurrentie was, onder andere van Putten. De eerste keer toen wij organiseerden, 32 jaar geleden dus, waren er 6 georganiseerde tochten in Nederland. Toen hadden wij 61 deelnemers en we sprongen een gat in de lucht. Nou, ik denk dat je veel moet houden om door de blubber te rijden. Maar nee, ik denk dat het niet. Door de modder rijden. Ik zou het niet weten, want ik ga eigenlijk nooit door de blubber. De terugkomst van de renner die ze eruit ging, dat ze genoten hebben van de modder, de blubber en al hetgeen wat ze in de bossen tegenkomen. De lengte van de tocht is net als altijd ongeveer 40 kilometer, met een kleine rit van 25 kilometer. Voor zo'n organisatie hebben we minimaal 50 personen die daaraan meewerken. Dat zijn bijna allemaal clubleden, maar het is zelfs zo dat er van buiten de vereniging hulp komt. En dat is, appreciëren we ten zeerste natuurlijk. Ten eerste, een hele grote post gaat daar naar de beveiliging van gevaarlijke kruispunten, uiteraard. Dan zijn er mensen nodig die de fietsen afspuiten na terugkomst. Dan is er onderweg een grote verzorgingsplaats. Er is ook altijd een man of 10 voor in de weer. De eerste week van juni organiseren wij ook de avondfietsvierdaagse. Dat zijn eigenlijk ja, een beetje gekker eigenlijk.